Gegrilde langoustines met zuiderse groentjes. Een ideale binnenkomer om je partner eens goed te verrassen op een heel snelle en heel efficiënte manier met iets dat toch wel verschrikkelijk lekker is. Hoe beginnen we eraan? We nemen de langoesten, leggen ze met de vleeskant naar boven, snijden plakjes kruidenboter. En dan gaan we de langoesten op de vleeszijde beleggen met onze kruidenboter. We leggen ze op een braadpan. Dan nemen we onze pan met onze langoesten. En we zetten die in een voorverwarmde oven van 180 graden gedurende 8 à 10 minuutjes. Het is perfect mogelijk om ook het broodje in diezelfde oven te zetten. Zolang je het een verdiepje lager onder de pan zet, dan gaat dat mooi samen met de langoesten, kunnen die gelijk samen warm op het bord. Terwijl onze langoesten garen in de oven, gaan we onze Italiaanse groentjes bereiden. We zetten een pan op een hoog vuur. Wanneer de pan warm is, doen we wat olijfolie in de pan. We voegen onze groentjes toe. Al basis afkruiden met wat peper. Snuit gekleurde cel. We nemen onze look, doen een beetje look bij. Eventueel voor de liefhebbers kunnen we ook nog wat mediterrane kruiden erbij doen. En nu bak ik dit alles kort op. Onze groentjes zijn eigenlijk klaar en terwijl onze langoesten eigenlijk nog verder garen in de oven, zetten we onze pan even opzij, zodat de smaken van de kruiden in de groenten heerlijk kunnen vermengen en een mooi, consistent smaakpalet meegeven. Zo, de langoesten zijn bijna klaar. We zetten even onze groentjes nog op voor een korte warmtestoot en dan halen we de langoesten uit onze oven. We halen de langoesten eruit. We nemen onze tomatenazijn. We blussen onze groentjes ermee. En we zijn klaar om te dresseren. Een feest op tafel in 10 minuten. Dankzij Cool en de Cool Cooking.